kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast. We hebben de krant erbij gepakt. Dit is de Andere Krant podcast. En we gaan weer een voorbeschouwing doen op de krant die zaterdag uitkomt. En deze week heb ik journalist Twan Rongen in de show. Twan, welkom. Hallo. Ja, Twan, ja, je zit nou wel te lachen, hè? Maar ik heb je net even gesproken, maar jij bent eigenlijk helemaal niet zo blij op dit moment, hè? Nou, het is vandaag vrijdag, hè? Black Friday. Nou, dat vind ik een waanzinnig idioot iets. Dat is één, maar goed, er is nu een virus, weer een mutatievirus uit Zuid-Afrika, die komt op ons af. Vanavond hebben we de persconferentie. Nou, waarschijnlijk worden we weer gedwongen in een winterslaap gestopt. Nou, ik vind het. Ik ben ontzettend blij dat ik voor de andere krant kan werken, omdat ik dan een soort van uitlaatklep heb. Om een soort ventielfunctie is dat voor mij. Want ik ben een energiek, vitaal mens. Ik ben kerngezond. Mm-hmm. Ik werk daar echt. Ik train 3 keer per week. Ik doe aan kickboksen zonder. Ik heb helemaal niks met kickboksen zelf, maar met de training. Ja. En ik ben een marathonloper geweest. Ik doe heel veel aan tai chi, noem maar op. Ik geloof echt, ik ben een man van. Je kan alleen een gezonde geest hebben als je een gezond lijf hebt. Dat is bij mij een totale eenheid. Mm-hmm. En als je dan in een wereld verzeild raakt, wat met een regering die een wereldmacht inmiddels, een wereldregering die de hele wereld gewoon aan een soort wurgpaal zet, ja, met alsmaar meer KUT-maatregeltjes om een virus te bestrijden. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat als mensen gewoon dag in, dag uit bezig zijn met het boosten van hun immuniteitssysteem, ja, dat dan dit virus helemaal niks hoeft voor te stellen. Nee. En als ik dan zie dat mensen obesitas hebben, dat als een soort nationale ramp ook wordt verteld, als een van de grote oorzaken van deze pandemie, dan snap ik niet dat er reclame, dat er miljarden gestoken zouden moeten worden in het fit maken van de wereldbevolking. Nou, dat kan door voeding, maar allemaal geïnspireerd op vrijwilligheid. Ja. Werken aan je gezondheid, aan je vitaliteit is geen plicht. Het is gewoon hartstikke leuk. Ja. Het is een avontuur. Ja. Maar fijn dat jij hier nou bent. Ja, maar ik wil even bijzeggen dat ik vroeger dus echt maandenlang in een ziekenhuis heb gelegen met nierontsteking, longontsteking. Dus ik ben niet een. Ik heb wel gewoon geleerd dat als je lichaam dat je dat kan aansterken op een hele leuke manier. Ik vind sport geweldig. Ja. Maar ook tai chi, yoga, we kunnen zoveel doen. Nou, okay. Ja, je bent heel energiek, dat is te zien. Heel goed, weet je, dat is het leuke van, dat je daar ook weer, toch doordat je met de andere krant bezig bent, dat je daar dus weer energie uithaalt en dat je dat goed doet. En daarom zitten we hier ook om eventjes de krant te bespreken, die morgen uitkomt. Want je hebt 2 artikelen aangeleverd. Eentje over Blue Truth, en dat is een nieuwe organisatie voor politieagenten. En ook eentje over Israël, waar we het ook even over gaan hebben zometeen. Dat is wel meer een serieus verhaal, meer dieper verhaal. Maar eerst even over Blue Truth, want het is wel een dingetje. Wereldwijd zijn er politieagenten in gewetensnood. En vanwege de vrijheidsbeperkende maatregelen die we inmiddels wel kennen. Speciaal voor politieagenten die worstelen met het uitvoeren van taken waar ze niet achter staan. Hè? Ja. Kun jij ons vertellen wat Blue Truth nou precies doet? Het zijn, even plat gezegd, zeg maar, het zijn wappie politieagenten. Okay. Het zijn dus agenten die dus, zoals het de overgrote meerderheid van onze redactie, nogal kritiek hebben op wat er nu allemaal aan de hand is. Okay, dus je werkt dan in zo'n organisatie, er werken 60.000 mensen, geloof ik, uit mijn hoofd. Het kan er ook 65.000 zijn. Maar goed, het is een enorme organisatie. En dat is natuurlijk een afspiegeling van de maatschappij.
En daar zitten natuurlijk politieagenten tussen die dat ook helemaal niet meer zien zitten. Nee. Maar zij zijn wel in dienst van de overheid. En zij zijn... zij moeten dus handhaven. Ze zitten in een cultuur dat ze dat ook moeten doen. Want je hebt wel een bepaalde juridische... uitvalswegen om je daaraan te onttrekken. Maar het is natuurlijk heel vervelend als je... Als je met een politieagent in de auto zit en je moet de avondklok handhaven en je ziet iemand op straat lopen en die moet je dan gaan boeteren of je moet je achtervolgen. Of, ja. Nou ja, goed. Maar zijn zij een soort klankbord dan voor dat soort politieagenten? Dus Blue Truth bestaat inmiddels uit ongeveer 100, 200 agenten en die ontmoeten elkaar... een beetje anoniem. Voorbeeld, ik sprak dus de woordvoerder en de oprichter van Blue Truth. En hij zou een politieagent meenemen bij dat interview. Uh-huh. En nou, die zei pal voor dat interview, zei ze af. Dus ik heb alleen met Francisco Valk gesproken. Dus dat geeft aan dat het dus... Dat ligt heel gevoelig. Het ligt uitermate gevoelig natuurlijk... En politieagenten, dat zijn natuurlijk niet allemaal mensen die gewoon demonstranten in elkaar meppen of de demonstraties in goede banen moeten zien te leiden en controleren dat ze de anderhalve meter wordt gehandhaafd. Nou, er zitten dus gewoon ook agenten tussen die gewoon zeggen, dit kunnen wij gewoon niet meer. Ze lezen ook kranten, En nu gaan dus veel geruchten de ronde over de inzet van buitenland sprekende als demonstranten vermomde agenten. Ja, nou dat... als je nou zegt over mijn moed en mijn stemming... Ja. Nou, daar werd ik dus echt een beetje angstig van. Want we hebben daar beeld van. Dat is in Brussel opgenomen, een paar weken geleden. Bij een demonstratie. Ik zal het even vertellen. Dan. Je hebt sowieso het fenomeen van de Romeo's. Dat is dus een politieeenheid. Mm-hmm. Die zijn vermomd als demonstranten. En die, als er dan een rel ontstaat, mm-hmm. dan pikken zij de grootste raddraaiers eruit. Dat is op zich... Op zich goed. Op zich, dat okay. Zou je zeggen. Hè? Maar wij krijgen steeds meer signalen, en ook de man van Blue Truth, dat ze bewust de boel aan het opstoken zijn. Oké, dat is één. Dat zijn we het over de Nederlandse Romeo's. Maar je hebt inmiddels een groepering van politie, een internationale Eurojand Force. En dat zijn, ik heb het opgeschreven, hoeveel mensen, hoeveel duizenden agenten. Uit Spanje, Polen, België, Duitsland. En dat zijn dus internationale politiemachten. En die duiken dan ook op bij Romeo, als worden, Romeo, in demonstraties. Maar die worden dus overal ingezet? We proberen daar natuurlijk het neusje van, het naadje van de kousen. Maar er is een filmpje op internet, maar dat geluid zegt al genoeg. Dat is dus een Belgische journalist. En dat filmpje is te zien op internet, maar het geluid is dus leuk. Want hij loopt dus naar een aantal... agenten toe, die dus verkleed zijn als demonstranten. En die blijken uit Hongarije, Polen, maar... Oké, we gaan even naar luisteren. Ja. Hier dan. Daar zijn ze. De mannen in het zwart. We komen hier aan. Ruzie stoken. Ja, mijn ons is goed. Voilà. Mannen in het zwart komen ruzie stoken. Ik weet niet dat akopos zijn. Die komen hier beginnen hier met stenen te gooien en al die shit. En daarna dan, is de hel losgebarsten. Hè? En dan begint al de rest met stenen te gooien. De ruïne te stoken. En dan gaan trekken zij zich terug en dan is de dingen losgeketend. Hè? Dankjewel. Ja, en dan zie je dus dat hij inderdaad weggaat. Maar het is wel een duidelijk voorbeeld hè, van hoe dat daaraan toe gaat.
Ja, nou, ben ik niet bij die demonstratie geweest, dus ik kan het ook niet echt zeggen of dit nou. Maar ik heb de politie gevraagd hoe dat nou precies zit. Ze erkennen het bestaan van de Romeo's. Ze erkennen het bestaan van Eurogentforce. Maar ze zeggen, ze ontkennen dat ze dus actief zijn geweest bij de demonstraties. Mm. En zeker natuurlijk dat ze de boel aan het opstoken zijn. Goed, dus, maar het is een beetje een continuing story. Maar Blue Truth, die maakt zich daar. Ja, die heeft daar ernstig bezwaar tegen natuurlijk. Dat er hier buitenlandse politie-militaire groeperingen hier dus aanwezig zijn. En die hebben ook een bepaalde immuniteit. Ik bedoel, ze worden beschermd. Maar even Twan. Kijk, het zijn dus andere politiemannen dan gewoon een doorsnee diender. Dus, ja. Hè? Dus het zijn wat meer heldhaftige types, ja. Die gewoon echt zeggen van nou, we gaan erop klappen. Ja, 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 zo ogen zij ook. Want er staat bij dat filmpje, dan kan je ook zien dat ze hebben maskers op, van die mondmaskers die echt heel, heel, heel hoog zitten en laag zitten. Dus het zijn echt vermommingen. Mm-hmm. En er zijn ook foto's met dat ze pistolen bij zich dragen, walkie-talkies. Ze zien er ook wat anders uit dan de doorsnee demonstranten. Ze zien er helemaal uit als een soort politie Rambo. Dat is ook trouwens wel even interessant om mede te delen. Dat er in Amerika en in andere Anglo-Saxische landen, dat daar politiemensen worden aangenomen. En dan David Icke, dat is een samenzweringsdeskundige, die heeft daar een prachtige podcast over. Dat er mensen worden uitgepikt die agressief zijn, die psychopathische gedragsstoornissen vertonen. Ja, ik heb daar geen smoking gun bewijs van, maar het is wel heel interessant om dat verder uit te zoeken. Want die zouden dan meer geschikt zijn om dat soort dingen uit te voeren, inderdaad. Geen geweten. Gewetensloos. Als jij gewoon gewetensloos. Er zijn ook filmpjes van Nederlandse Romeo's, onder andere in Den Haag. Dan, ja, het zijn filmpjes, bedoeld. Ja, je kan zeggen, dat is gemonteerd, maar het roept in ieder geval vragen over. Komt er gewoon een politiewagen aan. Er stappen gewoon agenten in burger. Die stappen er gewoon uit en die beginnen gewoon lukraak tegen mensen te rammen. Ja, nou ja. Dus dat roept heel veel vragen op. Ja. Ik heb ook even je artikel gelezen. Morgen kunnen de mensen dat zelf lezen. Maar ik was even benieuwd over de solidariteit tussen politieagenten onderling. Hè? Ja, want ik, ja, ik, er stond ook een voorbeeld in van de brandweerafdeling, zeg maar, dat die wel voor elkaar door het vuur gaat en zegt van nou, oké, dan als er twee niet kunnen, dan doen wij het ook niet. Ja, dat was een brandweer. Een brandweerafdeling. Ergens in het land. Francisco wilde ook niet vertellen welke. Maar goed, er is een brandweergroepering. En die hadden dan een nieuwjaar, een kerst of een Sinterklaasborrel. En twee brandweerlieden hadden geen QR-code. Die wilden zich. Die zagen dan niet zitten. En toen heeft iedereen partij getrokken voor die twee. Dus toen is die borrel, waar dus een QR-code voor nodig was, is niet doorgegaan. Nee, maar mijn vraag is nu aan jou van. Hoe kan het dan dat het bij de politie dat die solidariteit er niet is? Ja, dat, is daar iets van te zeggen? Dat is op de volgende. Ik kan daar niks over zeggen, maar Francisco de Valk kan daar wel het een en ander over zeggen. Ja, het is een taboe in de politie, bij de politie, om politieke onderwerpen te bespreken. Zij zijn dienders. Zij zijn staan op de loonlijst van de overheid. Dus als jij dan als diender gewoon continu die overheid een beetje zit te bekritiseren, ja, dan dat is natuurlijk niet echt gezellig voor de solidariteit. Ik ken wel politieagenten die inmiddels gepensioneerd zijn, waaronder een hele gerenommeerde rechercheur. En die is ook enorm tegen die maatregelen. En hij kent ook agenten die daar heel veel mee worstelen. Ja, het is. En dat probeert Blue Truth te doen.
die probeert het taboe weg te halen. En die probeert bruggen te bouwen om het gewoon het gesprek aan te gaan. En de politie erkent ook het bestaan van Blue Truth. Oh, dat is belangrijk. Maar ze erkennen hun niet. Het is een organisatie die in de kinderschoenen staat. Ze hebben 100 tot 200, nou ja, leden. Maar wanneer, je betaalt geen contributie. Bedoel, dus het is het staat nog allemaal in de kinderschoenen. Maar ik vind het wel buitengewoon boeiend om het te blijven volgen. Ik lees mijn eigen krant, De Andere Krant. Twan, we gaan door naar je tweede artikel. Je hebt ook een artikel geschreven over Israël. Hè? En dat vond ik wel bijzonder, want er is dus een nieuwe film uitgekomen, Plan A. Ja, die de geschiedenis rond de Tweede Wereldoorlog in een ander daglicht brengt. Ja. En ik heb je deze week er even over gesproken. Jij vertelde me eigenlijk een stukje geschiedenis waar ik niet van op de hoogte was. Zeg ik heel eerlijk, hè? Ja, ja. En ik denk dat heel veel mensen die hier naar luisteren ook denken van, nou ja, dat is voor mij nieuw. Maar dus pal na de oorlog was er dus een Joodse groepering die opstond om 6 miljoen Duitsers te vermoorden. Ja. Vertel eens even, hoe zit dat? Nou, goed. Iedereen kent natuurlijk de Holocaust. 6 miljoen Joden vermoord. Nou ja, goed. Zwarter dan zwarter kan het niet, hè? Na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1945, toen waren enkele groepering Joodse jongens en vrouwen, die wilden hakam plegen, wraak. En die smeden toen een plan E, oog om oog, tand om tand, 6 miljoen Joden, 6 miljoen Duitsers. Zo. En die hadden dus het plan gemaakt en dan hebben ze om de waterleidingen van grote Duitse steden te vergiftigen met een dodelijk serum. Dat hadden ze ook al bedacht. Dat plan was in detail helemaal uitgewerkt. De uitvoerders die werden dan de wrekers genoemd. Wrekers was een succesvolle Engelse politieserie in de jaren 60 of 70. De Joodse wrekers. En over die Joodse wrekers, daar is ook een documentaire over verschenen in 2017 bij de BBC. En die heb ik van de week nog gezien. Ja, dat is echt koude rillingen krijg je over je lijf. Want het zijn natuurlijk, het waren dus, ja, het waren mensen die hebben dus heel hun familie letterlijk zien afslachten door de nazi's. Zo, ja. En die wilden dus wraak nemen. Nou, en dan werd er dan zo'n vrouw geïnterviewd. Ja, het is echt enorm emotioneel, want ik kan me dat heel goed voorstellen namelijk. Ja. Dat als je dat dan gezien hebt, dat je hele familie wordt uitgemoord. Ja, dan is wraak gewoon een heel menselijk. Oké, dat plan hebben ze dus gesmeed, de Joodse wrekers. En dat is verijdeld. En er is ook een boek over geschreven. Staat in de, ik ben even dood. Ja, ik zie maar, daar. Ja, dat was mooi dat ja, gewoon ik ga je ook vertellen waarom ik daar zo emotioneel over ben. Ja. Want het heeft ook een oorzaak. Maar goed. Je moet het even in de tijd plaatsen. En veel mensen, ja, dat is even kort geschiedenisles. Maar in 1948, of in eind 1947, toen is door de VN besloten dat Israël werd erkend. De staat, hè? De staat Israël werd erkend. Maar de Joodse staat was al jaren daarvoor, al vanaf 1917, nog vroeger misschien, was het een staat in oprichting. Dus je had dat plan A, dat is op een gegeven moment door een van de Joodse wrekers die met gewetensnood kwam, is dat uitgelekt naar de toenmalige regering in oprichting onder leiding van Ben Gurion,
Oké. Okay, nou. En toen hebben ze dat plan hebben ze kunnen verijdelen. Waarom? Dat is heel cruciaal geweest. Want Israël die wilde dus erkend worden door de hele wereld als een eigen Joodse staat. Mm-hmm. En als ze verantwoordelijk zouden zijn geweest dat er 6 miljoen Duitsers oog om oog, tand om tand uitgemoord zouden zijn. Nou, dan zou de wereld natuurlijk enorm obstakel geweest zijn om de Joodse staat te erkennen. Ja, maar dat doet natuurlijk ook wat met het beeld, hè, wat we van de Joodse gemeenschap hebben. Hè? Want heel veel mensen, en waaronder ik zelf eigenlijk ook, zien de Joodse gemeenschap als een soort van, daar heb je toch zo'n mededogen aan. Hè? Dat is toch iets waar je... Dat is, ja, hoe dat gegaan is natuurlijk best wel heftig. En dat beeld neem je mee en dat hou je gewoon je hele leven, hoe je naar kijkt. Maar ik was net een beetje emotioneel, maar dat heeft een reden. Ik ben zelf niet Joods. Ik heb helemaal niks met religie. Ik ben katholiek opgevoed. Ja. Maar ik was als jonge verslaggever. Ik zat op de school van de journalistiek. En ik was enorm gefascineerd door het leven in de kibbutz. Ik ben eigenlijk een linkse jongen, socialistisch. En de kibbutz was een soort socialistisch-communistische gemeenschap. En daar kon je gaan werken. En dat heb ik gedaan. En ik vond dat een geweldige tijd. Dus, mm-hmm. Oké, dus in die kibbutz leerde ik allemaal mensen kennen. En ik was leerlingjournalist en later freelance journalist. Dus ik ben alles bij elkaar. Ben ik wel een jaar of anderhalf heb ik daar in Israël gezworven. Ik heb ook nog Yitzhak Rabin, de minister-president die later is vermoord. En ik heb verschillende regeringsleiders ook mogen interviewen. Maar eigenlijk de leukste gesprekken vonden plaats gewoon op straat. Ja, dat geloof ik. Want Israël is een, voor journalistieke begrippen, echt een beloofde land vol met melk en honing. Want iedereen heeft daar een verhaal. Ja, dat geloof ik. Ja. Ook de Palestijnen. He, want ik heb nog altijd de hoop dat het één vredevol, lievend volk kan zijn, zowel Joods als Palestijns. Goed, nou ja. Ik was dus een hele. Ik zat daar, net als jij, Niels, wij zijn open mensen. Dus je zit daar op het terrasje of in de bus. Hoorden mensen, dan zat ik met een Israëli, vriendin te praten. En dan hadden we het over Holland en Holland dit. En er werd wel eens verstaan als Poland. Ah. En dan, ik vergeet het dus echt nooit meer. Ik zit in een bus en er komt een terwijl de bus rijdt, komt er een vrouw naar me toe, die een eentje verderop zat. En die bleek dus, die hoorde dus dat ik uit Poland kwam. Mm-hmm. En toen noemde ze Oswiecim. Dat is het Pools voor Auschwitz. En zij had daar dus gezeten. Zo. En zij vertelde dat ze Jozef Mengele heeft ontmoet. En ze begon daar tegen mij huilend verhalen te vertellen wat ze allemaal had gemaakt. En als bewijs liet ze nog eventjes het haar getatoeëerde nummer op de onderarm zien. En ik stond daar een beetje als een beetje halve therapeut. Want het was de bus, dat ik nog een beetje te rommel. Dus ik hield haar nog een beetje vast. Tje. En uiteindelijk heb ik er ook weer begeleid terug. Maar goed, die hele bus die was sprakeloos. Waarom vertelde een Israëlische Holocaust survivor dit tegen een spontane toerist? Ja, je bent een voorbijganger. Dus ik ben een passant. Ik ben een non-Jew, een toerist. Waarom niet tegen hun? Nou, en dat heeft de oorzaak dat Holocaust survivors in Israël, die staan helemaal niet op een voetstuk. Ze worden gezien zelfs als een stelletje schapen die zich zo naar de kampen hebben laten slepen zonder verzet te plegen. Ongelooflijk. Hè? Zonder, als makke schapen. Ja, ja. En dat is in zo'n staat, wat in oprichting is, en de ene na de andere oorlog, en voor wat het verleden eigenlijk probeert te vergeten, en alleen maar in het heden en de toekomst leven, zijn Holocaust survivors met al die verhalen, daar hebben ze eigenlijk helemaal niks aan. Ja. Dus, maar je hebt ook deskundige Hans Knoop geraadpleegd. Ja, want hè? Hans Knoop die heeft mij geattendeerd. Hans Knoop is een beroemde Nederlandse journalist.
die wereldberoemd is met de zaak Pieter Mente. Dat was een oorlogsmisdadiger in Nederland. En hij heeft die man achtervolgd, ontmaskerd. En uiteindelijk is hij ook in de gevangenis gekomen. Maar Hans Knoop is gewoon een hele goede Israël-kenner. Is ook in Israël is die, heeft die, was die correspondent. En die attendeerde me op deze Joodse wrekers. Dus de Joden namen ook wraak. Het waren dus niet allemaal schapen. Nee, het was dus wel degelijk een groep die dus van plan waren 6 miljoen Joden, Duitsers, te vermoorden. Ja, ja. Oké, daar is een boek over verschenen, is een documentaire over verschenen. En nu vanaf september, begin september, is daar een film van. Gemaakt door de Paas Brothers. Dat zijn Israëli's. Mm-hmm. En Sylvia Hoeks, onze Nederlandse kwaliteitsactrice, die speelt daar een rol in. En ook een acteur, een Duitse acteur, die een legendarische nazi neerzette bij in de film van Inglourious Basterds van Tarantino. Okay. Een topacteur. Okay. Nu begreep ik van jou dat die film, die zou dus in september moeten draaien in de bioscopen. En wordt zelfs ook op Netflix aangekondigd. Maar hij draait dus nog steeds niet. Nee, ik probeer dus die film. Nou ja, ik kan hem niet te pakken krijgen. En dus ik heb allemaal zitten bellen. Ik zeg, wanneer kan ik die film nou eens zien? En er wordt heel mistig over gedaan. Maar je gaat denken van, die film die vertelt iets wat we niet zouden mogen weten. Of dat misschien ja, het is, dat, is voel voor complot. Goed. Maar kijk, weet je, ik heb jaren geleden... Jaren geleden heb ik Constant Hogenbos geïnterviewd. Filmdeskundige, ook historicus volgens mij. En die vertelde mij in vertrouwen dat... filmscripts liggen vaak al jaren klaar. En films worden altijd op het juiste moment gebracht. Wordt altijd getimed. Ja. Dus dat dit nu niet gebracht wordt, vind ik wel opmerkelijk. Ja. Dus ik ben dat gaan onderzoeken. Dus ik ken de filmproducent San Fumanta. Die heeft in Nederland de duurste film ooit geproduceerd. Zwart boek, Oorlogswinter. En die heb ik gevraagd, hoe komt het nou dat deze film nog niet uit is? Ik zei, is die film misschien niet goed? Hij zei, ja... Ik heb het script gelezen, want hij is filmmaker en hij heeft ooit dat script gelezen om met verzoek of hij dat of die daar geld in wilde steken. Ah. Om totaal andere redenen heeft hij daarvan afgezien, maar hij vond het script heel erg goed. Dus dat zou dat kan gewoon een hele slechte film zijn. Uiteindelijk heb ik ook een recensie ergens kunnen opduiken van The Guardian. En daar wordt de film een beetje inderdaad neergezet als een beetje cliché. Er wordt redelijk in geacteerd. Maar nou, wordt gewoon een beetje gedownplayed. Nou, vervolgens ga je dus kijken, want die is er dus wel. Er is een treatment van 2,5 minuut. Hij is onvoorstelbaar goed. Maar stel je nou voor, Twan. Hè, dus ik kan hem nergens vinden. Als we mensen. Nee, maar die film die komt uit in september. Hè, en we kunnen gewoon zien dus dat het verhaal alsnog verteld wordt. Hè, wat voor mij ook nieuw is. Wat zou dat dan uitmaken? Ja, nou, dat. Daar kan je van alles over denken, natuurlijk. Zou het in deze tijd. Hans Knoop heeft het. Die heeft mij geattendeerd op een nieuw soort antisemitisme. En dat is zeg maar het COVID-19 antisemitisme. Heb ik toch weer COVID-19 erbij gehaald? Toch inderdaad. Weer. Dus mensen beweren en denken dat de Joden COVID hebben bedacht. En dat de Joden ook... het vaccin hebben bedacht. Okay. En dat voldoet dus helemaal aan het stereotype van de Jood... dat hij alles uit winstbejag doet. Nou, gek genoeg heb je natuurlijk wel wat... in die hele Big Reset-wereld... heb je natuurlijk... Brian Epstein is niet alleen Joods... maar is ook een groot Israël-aanhanger. Mm. George Soros... Nou ja, goed, oké. Okay. Nou ja, dat zijn toch grote namen? Ja, zijn grote namen, maar dan kan je moeilijk dat weer een heel volk... Het is geen bewijs, maar nee. Het zou dus kunnen dat op deze dat mensen dan toch het beeld krijgen van... Kijk, de Joden waren helemaal geen schaap. Nee, het waren juist massamoordenaars. Ze wilden 6 miljoen Duitsers
Dat zou kunnen. Ja, maar hoeveel mensen over waarom is gewoon, het is gewoon een hele slechte film, maar dat heb ik net proberen te debunken, want het lijkt mij een hele goede film met hele goede actrices. De treatment is, maar ik kan er niks over vinden. Hoe duur is die film? Door welke Nederlandse distributeur wordt hij straks uitgegeven, is nog onbekend. Maar de grap is ook in Israël heeft hij wel gedraaid, heb ik begrepen, in Haifa. Maar ook daar wordt de film gedownplayed. Er wordt zelfs beweerd dat het een leugen is. Dat dit voorval, plan A niet heeft bestaan. Wauw. Tenminste, dat heb ik van Israëlische vrienden gehoord. Maar ook in Israël, in de Haaretz en de Jeruzalem Post heb ik zitten kijken of er een recensie is. Geen recensie over die film. Nou zou je ook nog iets anders kunnen bedenken. Waarom? Je hebt ook nog je had namelijk ook nog een plan A, plan B en plan C. En ik geloof ook nog een plan D. En dat gaat dan over de verdrijving van de Palestijnen. Okay. Dus als je de film nu plan A... dat zou het licht kunnen... Maar goed... Het is een mysterie. Het is een mysterie waarom die film er niet is. Als de mensen meer over willen weten, moeten ze de krant gaan lezen. Die komt morgen uit. De andere krant. Word abonnee. En zorg dat deze video en deze podcast breed gedeeld wordt. Op onze Twitter, op onze LinkedIn. We zitten ook op Instagram. En doe even een duimpje. Dat vinden we hartstikke leuk. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook de andere krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.